Dus Terneuzen is opnieuw onbereikbaar. Dat was ook een uur ervoor. Ik heb nog even nader gekeken naar de applicatie. Dus dat maakt studenten kunnen niet naar school, woon-werkverkeer terug onmogelijk. En dus ook de nutsvoorziening, zoals ja, boodschappen doen of het hospitaal bereiken, de huisarts, allemaal niet mogelijk. Dus opnieuw het klassieke verhaal. Zoals iedereen al wel kent die mij volgt. Er is geen verantwoordelijkheid hier in dit stuk van de provincie Zeeland. Dus men laat de mensen gewoon aan hun lot over. Hè. Ik zeg, er zijn ook wel mensen een keer die naar de dokter moeten en zo. Of ja, noem maar op. Hè. Het is allemaal niet mogelijk. Maar aan de andere kant is de bus nu wel voor Hulst. Dag meneer, de andere kant komt de bus terug niet. Aan de andere kant komt de bus niet naar Terneuzen. Oh. Ik heb hier op de applicatie, maar hoe komt dat feitelijk? Het zijn de eerste gevallen met de bus. Goh, maar het is iedere dag praktisch, hè? Ja. Het zijn elke dag de eerste gevallen. Ja. En waar stopt u nu in Hulst? Ik stop op dit moment, ik denk bij het voetbalveld. Ah ja, daarop. Dus goed, ja, bedankt.